De zorgen die zijn ontzettend groot. Ja. Het raast hier voorbij. Het is hier 50. Er zijn stukken die 30 zijn. Maar nou ja, je merkte het net al een aantal keren. Men negeert gewoon de limiet. Ik vind het ook naar voor al die kinderen die naar school gaan. Ik reed zelf op de fiets en ik durf hier niet meer te fietsen. Dat vind ik eng, want ze rijden keihard langs je. De Kleingouw is een belangrijke verbindingsweg tussen de dijk en het centrum. Er gaat heel veel verkeer over elke dag. Het zijn auto's, maar het zijn ook bussen. Er komt hier ieder half uur in beide richtingen komt er de bus tussen Andijk en Hoorn voorbij. Er is een buurtbus die hier ook rijdt. Er zijn veel tractoren met aanhangwagens die naar de landerijen moeten. Die moeten hier ook wel overheen, omdat ze anders daar niet bij komen. De weg is ook een belangrijke fietsroute. Een alternatief is er niet. De gedeputeerde Laanweg hiernaast, dat is een weg die echt door het buitengebied loopt. Die ook niet aansluit op de woonbebouwing. Met andere woorden, men moet wel over die Kleingouw heen als je hier wat te zoeken hebt. De bewoners vinden dat het niet zo langer kan. De intensiteit van het verkeer die wordt natuurlijk niet minder. Hier niet en nergens niet. Maar we zitten hier aan een totaal maximum. Wat zou volgens jou een goede oplossing kunnen zijn voor deze weg? Misschien een inhaalverbod, drempels. Het is natuurlijk een heel moeilijk item. De dorpsraad gaat de klachten van de Andijkers inzamelen en stapt daarmee naar de gemeente. Ik zou ook zeker bij deze zeggen, Andijkers, doen het nu, want nu heb je de kans. En dan niet dat het blijft op een verjaardag.